Het nieuws in 1 minuut. Het lichaam van de 50-jarige Hengelo die anderhalve week geleden werd neergeschoten door de politie is voor onderzoek overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI onderzoekt de doodsoorzaak. De man overleed gisteren. Een plezierjacht is gisteravond in Enschede grotendeels uitgebrand. De boot lag in het water bij de Sesamstraat. Niemand raakte gewond. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Een bedrijf en onderzoekers van de Universiteit Twente in Enschede zijn bezig met het bedenken van een speciale fiets voor ouderen. De fiets moet zo stabiel worden dat ouderen er nauwelijks nog af kunnen vallen. Wanneer de fiets klaar is, is nog onduidelijk. De bedenkers streven ernaar om de fiets er zo normaal mogelijk uit te laten zien. Bij een ongeval aan de Rozenstraat in Deventer is een vrouw ernstig gewond geraakt aan haar hoofd. De vrouw zat op de fiets toen ze botste met een wielrenner. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De wielrenner hield schaafwonden over aan het ongeval.